Studio 1. Hier is Harry. Hallo, het is weer tijd voor een paar kijkersvragen. Om te beginnen werd mij gezegd dat ik een vergissing had gemaakt in mijn video Robert Jensen betrapt op leugens. En dat klopt. Want ik zei namelijk dat de eerste coronadode in week 11 viel. En dat was week 10, namelijk 6 maart. Het punt blijft staan, want het punt wat ik maakte was Robert Jensen vergelijkt 3 jaar, de eerste 11 weken van de afgelopen 3 jaar. En zegt er is geen verschil in het aantal doden door corona op te merken. Maar hij stopt met zijn gegevens op het moment voor de piek met het aantal coronadoden. Dus als je kijkt naar de weken 1 tot en met 11 van 2018, 19 en 20. En je weet dat de eerste coronadode viel in week 10. En de piek begon in week 13 en 14. Dan weet je dat het dus geen enkele zin heeft om de eerste 11 weken van 3 jaar te vergelijken. Omdat in die eerste 11 weken er gewoon in Nederland nog niet of nauwelijks coronadoden waren. Blijft een punt dat ik week 11 zei waar ik week 10 bedoelde. Dus bij deze is dat rechtgezet. Een andere vraag die ik veel heb gekregen is, Harry, waarom doe je dit? Ik doe dit omdat Robert Jensen leugens vertelt. Ik wil dat laten zien, want deze man heeft veel aanhang. En als heel veel mensen zijn onzin geloven, dan brengt het leven in gevaar. Daarom doe ik dit. Word ik hiervoor betaald? Nee. Ik ben ook niet groot genoeg om er überhaupt een boterham mee te verdienen. Dus het is niet echt een punt wat mij drijft. Word ik betaald door Bill Gates of de overheid of de NPO? Nee. Nee. Ben ik lid van de Illuminati? Ja. En dan tenslotte wou ik nog eventjes zeggen dat een aantal mensen zeggen dat ik beter andere video's kan maken. Doe ik ook. Ga ik ook doen. Dus ik blijf Jens in de gaten houden. En als hij onzin blijft zeggen, blijf ik dat gewoon melden. Maar ik ben niet van plan om het alleen maar over Robert Jensen te hebben. Want ik vind Robert Jensen heel pijnlijk om naar te kijken. Kan je ook zeggen dat het echt heel fysiek zeer doet om een hele uitzending van die man meerdere keren te bekijken om een video te kunnen maken. Dus dat doe ik niet voor mijn lol. Dat gezegd hebbende, dank voor het kijken. Ga lekker het weekend in. Blijf veilig en uiteindelijk komt het allemaal goed.